Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van TechMag. Mijn naam is Magali Dereu en in deze show keer ik de startupwereld binnenstebuiten. Vandaag zit Leslie Cottenier bij mij, CEO van de scale-up Hello Customer. Welkom en misschien kan je beginnen met te vertellen wat Hello Customer precies doet. Hi Magali, dankjewel eerst en vooral dat ik hier mag zijn. Hello Customer is een intelligent feedbackplatform die na interacties feedback verzamelt van klanten. En daar hebben we dan een AI op gebouwd die die feedback 100% inzet in een organisatie, zodat die echt te weten komt van ja, wat zijn de prioriteiten voor klanten, waar liggen ze wakker van, wat vinden ze goed, niet goed. Maar echt van het hoogste niveau tot het laagste niveau. Dat we eigenlijk iedereen betrekken om zo tot een klantgerichte cultuur te komen in een organisatie. Oké, okay, en je vertelde mij ook een keer dat dicht bij je klant staan als start-up, dat is een beetje de do or die voor een start-up. Kan je dat nu toch eens uitleggen? Ja, niet alleen voor een start-up. Ik denk dat dat voor elke organisatie heel belangrijk is om dicht bij je klant te gaan staan. Maar dicht bij de klant staan, dat is echt een goede balans vinden tussen alles doen wat dat de klant vraagt. En echt gaan nadenken van, oké, wat zijn nu echt de noden van onze klanten? Wat zijn hun wensen? En hoe kunnen we daar zo goed mogelijk op inspelen? En daar zit toch een groot verschil tussen. En dat is dan ook de grootste challenge, denk ik, voor veel organisaties. Die zeggen van, oké, onze klant moet centraal staan. Ja, wat betekent dat dan? Dus die afstand tussen klant en bedrijf, die is heel precair. Jullie zijn zelf een scale-up, maar jullie zijn ook een start-up geweest, uiteraard. Voor de start-ups die kijken, wat is jouw definitie van customer centricity binnenin die start-up context? Ja, dat is in eerste instantie heel dicht bij je klanten gaan staan, sowieso. Zo die eerste klanten waar je echt in een band mee hebt, die je gewoon alles vertellen, allerlei feedback geven. Maar ook heel goed luisteren naar bedrijven waar je bij komt en die geen interesse hebben om met je samen te werken. Dat heel goed begrijpen. Maar wat ook, en dat zie ik heel vaak gebeuren, dat is dat je technologie ontwikkelt met een bepaalde visie of dat je een bepaalde visie hebt voor de wereld. Om het voorbeeld te nemen van ons. Ik zou heel graag leven in een survey-vrije wereld. In een wereld waar NPS niet bestaat en dat we gewoon op een heel conversational manier feedback bevragen met die feedback van alles doen en op die manier de juiste metrics bepalen. Even terugkeren, survey. Kan je jouw visie op die service? Wat is het probleem met de klassieke service die je vandaag in je mailbox krijgt van we willen even peilen aan je tevredenheid? Ja. Wat is het probleem daar? Het probleem daarmee zit eigenlijk aan twee kanten. Aan de ene kant is het heel paradoxaal dat je als bedrijf heel klantgericht wil zijn. Dat wil zeggen dat je elk moment waarop je interactie hebt met die klant, dat je dat moment zo aangenaam en zo gemakkelijk mogelijk wil maken. Een survey is daar het tegenovergestelde van. Als je zo, je krijgt de vraag, heb je 10 minuten tijd? Dan weet je eigenlijk al dat die 10 minuten een half uur gaat duren. En dan word je door een hele vragenlijst geloodst, waarbij dat je dan in die vragenlijst niet eens je eigen verhaal kwijt kunt, maar je wordt gedwongen in bepaalde checkboxes. Wat wil dat zeggen aan de andere kant, aan de kant van de organisatie? Dat is dat je een vragenlijst opstelt en dus opnieuw met een bepaalde vooringenomenheid naar de klant gaat. Je komt te weten wat je gevraagd hebt. Dat klinkt heel simpel, maar dat is heel belangrijk om daar even bij stil te staan. Dat wat je vraagt, dat kom je te weten. Maar dat is niet noodzakelijkerwijs wat de klant aan je wil vertellen. Mm-hmm. Dus dan zit je nog altijd met een kennisgap, waardoor dat het echt begrijpen van die klant weer niet bereikt wordt. Dus dan zit je met twee partijen die eigenlijk niet bereiken wat dat ze moeten bereiken. En de gemakkelijkste manier om als organisatie wel te bereiken dat je echt begrijpt wat een klant waardeert en wat dat ze net niet waardeert, dat is het gewoon vragen. Heel menselijk, als wij samen op restaurant zitten en ik vraag aan u, en is het lekker? Ja, bon, dan gaat u mij daar feedback op geven. Ik ga niet aan u vragen, zeg Magali, op een schaal van 0 tot 10, is het warm genoeg en liggen er genoeg groentjes op? Ja, dat doen we niet. Dus gewoon heel open feedback geven en dan met die feedback aan de slag gaan. Dus open feedback zou je kunnen beschrijven als synoniem van customer centricity? Ja, een open cultuur, ja. Transparantie. Ja, okay. Absoluut. Oké. Okay. Natuurlijk, heel veel start-ups zeggen het wel, hè, want we staan dicht bij de klant. Ze praten veel met klanten en dat is een begin. Maar nu vraag ik aan jou, wat moet er echt gebeuren voor die start-ups om echt customer-centric te zijn? Wat dat er moet gebeuren, dat is dat er een bepaalde productvisie is die
rekening houdt met de realiteit van vandaag, waar een organisatie vandaag mee worstelt en ook waar ze vandaag klaar voor is. Dus zoals ik daarnet zei, ik zou graag leven in een wereld zonder NPS en zonder dat er ook maar één echt vraag moet worden gesteld. Alleen bedrijven vandaag de dag, die hebben nog graag dat handvat van de NPS-score nog altijd graag vast. Wie ben ik om ze dat te ontzeggen vandaag? Kan je misschien even uitleggen aan onze kijkers, want er zijn er ongetwijfeld bij die de definitie van NPS niet kennen. Ja, ik zal ze geven en hopelijk kunnen we ze binnen een jaar of twee, drie gewoon vergeten. NPS is Net Promoter Score en dat is een vraag die iedereen ongetwijfeld al heeft gekregen. En dat is gewoon op een schaal van 0 tot 10, zou u het bedrijf of het product of eender wat aanraden aan vrienden of families? En dat peilt naar recommendation behavior, maar we moeten daarbij rekening houden dat slechts 30% van de mensen die dan een 9 of een 10 geeft, ook effectief aanbeveelt. Dat betekent ook dat er is weliswaar correlatie tussen een NPS-score en de groei van een bedrijf, maar er is geen causaal verband. Dat wordt nogal wel eens vergeten. Wat zorgt er voor revenue, groei of groei in het algemeen? Dat is dat net de juiste dingen gedaan worden voor de klant. En dat kan je dan weer gaan meten met NPS, maar vooral met open feedback. Zijn we hier effectief de juiste dingen aan het doen? Ja of nee? Dus dat is heel belangrijk. Dus jij bent geen fan van NPS? Ik ben as such niet echt fan van NPS, nee. Maar ik begrijp wel en ik realiseer mij dat vandaag de dag dat het nog heel vaak een heel goed handvat is voor veel bedrijven. Vandaar dat we die nog steeds aanbieden, samen met andere metrics uiteraard. Maar dat ik als CEO van Hello Customer uiteraard droom van een wereld waarin onze technologie haar ding kan doen zonder dat we die NPS-score moeten stellen. En dat is wat ik bedoel met klantgerichtheid. Dat is kijken waar staan bedrijven vandaag, hoe kunnen we ze vandaag helpen en hoe kunnen we ze en cours de route mee laten evolueren in die visie van ons. Als je gewoon de markt opkomt met een bepaalde visie en dan probeer je die visie door te duwen, dan ga je er ook niet komen. Dus dat is echt begrip van wie zijn uw klanten of welk probleem ben je aan het oplossen in de markt. Zijn er nog andere dingen die start-ups vaak verkeerd aanpakken als het over klantgerichtheid gaat? Ik denk dat wij allemaal wel de dingen soms verkeerd aanpakken. Een van de dingen die ik heel vaak zie, is dat een klant vraagt A en die wil daar wel iets voor betalen. En uiteraard, voor elke start-up is revenue belangrijk. Het is do or die zonder revenue. Dat is de belangrijkste zaak. Alleen wat je dan ziet gebeuren, dat is dat het platform of de technologie die ze aan het ontwikkelen zijn, dat op een gegeven moment zo'n monster wordt van alle zaken die ad hoc door klanten gevraagd worden en direct worden opgepakt, dat er eigenlijk nog weinig visie in de technologie zit en dat je daarmee een beetje je eigen toekomst ondergraaft. Dus dat is, ik vergelijk klanten soms met de zon. Als je er te dichtbij gaat staan, dan verbranden. Als je mooi de afstand bewaart, zoals dat de zon nu mooi de afstand tot de aarde heeft, dan kun je er een schoon kleurtje door krijgen. Is dat een warme gloed, zijn dat vitamintjes en dan kan alles en iedereen groeien. Ja, op die manier. Ja, mooie vergelijking. Wat ik me wel afvraag is, denk je dat start-ups te vroeg, te laat investeren in customer support? Een customer success team? Wellicht wel. Ik kan niet spreken voor anderen natuurlijk, maar customer success is zo een van de eerste investeringen geweest die wij zelf hebben gedaan, nog voor een extra sales aan te werven. En customer success en de manier waarop dat we omgaan met onze klanten, met hoe dat we de onboarding doen, niet alleen van de technologie, maar ook onze filosofie. Ja. Hoe dat we ze dan en cours de route ook meekrijgen, hoe dat we ze blijven ondersteunen. Ja, dat is een permanent aandachtspunt bij ons. Ja, je zegt customer success hebben wij aangeworven voordat wij de eerste salesmedewerker hebben aangeworven. Dat is toch wel opvallend, nee? Want de salesmedewerker zorgt er waarschijnlijk voor dat de klant wordt binnengehaald, maar de customer success persoon zorgt ervoor dat de klant wordt behouden. Ja. Kan je daar toch misschien wat toelichting over geven? Want ik denk dat veel start-ups daar wel uit kunnen leren. Ja, de eerste twee jaar hebben we alles zelfs gewoon zelf gedaan. Ik en een van de co-founders. Maar niet customer success zelf gedaan? Nee. Ja, customer success ook, uiteraard. Ja. Bij die eerste klanten doe je gewoon alles. Ja. Je bent gewoon alles in een start-up. En als wij dan moesten kijken vanuit ons founding team, van oké, wat is nu het eerste dat we moeten afgeven? Ja, dan was dat in ons geval de beslissing om customer success als eerste door een nieuw persoon te laten doen, zodat onze bestaande klanten die we in die eerste twee jaar hadden gemaakt, want voor ons, die eerste klanten, zeker nog op vandaag, dat zijn onze treasures, hè.
Dus nu ook, die bestaande klanten voor ons, dat heeft een highlight ook in ons CRM. Want dat zijn, en daar moet je als start-up heel goed over nadenken, dat is ook weer dat stukje klantgerichtheid. Dat zijn wel mensen die gekozen hebben om met u te werken. Dat is eigenlijk heel riskant, zeker als het grote bedrijven zijn, om met een bedrijf in zee te gaan die eigenlijk nog niets heeft gerealiseerd, die nog niets heeft bewezen, die meegaan doorheen uw fouten, hè, want die zijn er uiteraard geweest, die feedback geven, die geduldig daarop wachten, die, ja, dat zijn mensen die ook redelijk wat investeren in u. Dus die eerste klanten, die moeten gewoon keihard servicen. Ja. Dus vandaar dat die beslissing voor ons eigenlijk, ja, daar was eigenlijk bijna geen discussie over. Als het gaat over het vergaren van klantenfeedback, dus weg met die irritante surveys, okay. Wat zijn volgens jou de basisbeginselen daarvan om het juist te doen? Het is belangrijk om het heel, ja, menselijk te houden. Dat klinkt weer heel simpel, maar de meeste coole dingen zijn gewoon ook super simpel. Wat ik haat, en dat is ook een enorme drempel naar klanten toe, dat is als wij gaan communiceren in massa, dan worden wij eigenlijk bijna machines. Beste, mevrouw, weet ik veel wat. En dan komt er daar zo'n super afstandelijke tekst uit. En dan, ja, mogen we een paar minuten van uw tijd. Ja, nee, houd dat gewoon super laagdrempelig. Hey Magali, bedankt dat je bij ons in de winkel was. We willen dat altijd voor u beter doen. Heb je wat feedback voor ons? Eigenlijk niet meer dan dat. En door de manier waarop dat wij dat vandaag doen, dat die copy goed zit, dat die subject lines goed zitten, dat je ook begint te experimenteren met je kanalen, hè, dat je niet alleen via e-mail, maar gewoon via WhatsApp of via Facebook Messenger. Gewoon één, acknowledge dat ze in je winkel waren en dat ze weer iets hebben gekocht. Super merci om te komen en dan, bon, je feedback is voor ons gewoon super belangrijk. En dan is het belangrijk dat als mensen de moeite doen om feedback te geven, daarmee tonen ze een blijk van goodwill, is het belangrijk dat je dan als bedrijf ook weer erkenning hebt voor het feit dat een klant daar ja, energie in heeft gestoken en dat er ook iets gebeurt met die feedback. En als startups investeren in van die feedbackprogramma's, hoe kunnen ze daar in de lijn bewaren tussen het menselijke en dan de technologie die erachter steekt? Je kunt ongelooflijk veel automatiseren. Dat is ook wat wij doen. Hello Customer wordt gekoppeld op het CRM-systeem, het kassasysteem, ERP, whatever dat het bedrijf op dat moment heeft die alle klantencontacten registreren. En dat je dat gewoon gaat automatiseren, maar dat je dan in alle communicatie die customer-facing is, dat je dan gewoon echt keihard in de schoenen gaat staan van een klant. Dat is niet zo moeilijk, want we zijn allemaal klanten. Ook dat is weer zoiets heel paradoxaal. We zijn allemaal klanten, we zijn allemaal mensen. Denk gewoon na over, ja, hoe zou je feedback vragen aan je eigen ouders? Wel, pas dat toe op je feedbackprogramma. En keep it simple, keep it super short. Maar dan nog, niet alle klanten staan te springen om daarop te antwoorden. Heel vaak wordt zulke communicatie gewoon genegeerd. Hoe kan je dan als bedrijf counteren zoiets? De communicatie die wordt genegeerd zijn net die surveys die heel afstandelijk zijn en die vragen of dat je 10 minuten tijd hebt. Als je kijkt naar onze response rates, die ligt tussen de 15 en de 40-45%. We hebben uitschieters die 60% response rate halen. Net omdat wij al die drempels daar af proberen te halen en dat we eigenlijk het vragen van feedback echt heel conversational proberen te maken. En wij zijn natuurlijk super excited met het feit dat alles steeds meer naar chatconversaties gaat. Via live chat, via Messenger, WhatsApp, al die kanalen, kunnen wij eigenlijk nog meer al die survey-achtige toestanden naar uit gaan halen. Je bent geweest, je krijgt een berichtje, yo, hoe was het? Dat is nu wel heel simplistisch, maar daar moeten we eigenlijk bijna toe komen. Ja, eenvoud. Eenvoud, eenvoud en nog eens eenvoud. Eenvoud en keep it menselijk. Oké. Okay. Want jullie ontwikkelden zelf ook een AI-oplossing. Isaac, wat doet die precies? Ja, die gaat, als je natuurlijk een heel survey tool gaat vervangen door een oplossing die puur feedback bevraagt van mensen. En je zet pakweg een JBC. Dus dat zijn heel veel mensen die in de winkels komen. Elke uur, elke dag opnieuw, 6 dagen per week. Wat wil zeggen, als al die mensen bevraagd worden, dat je ongelooflijk veel feedback binnenkrijgt. Ja. En dan gaat het over duizenden, honderdduizenden stukken feedback per maand. Ja, dat kun je niet meer allemaal lezen. Maar elk van die stukken feedback, daar zit iets in wat het bedrijf kan doen. 1. De massa aan feedback, daar zitten insights in. De trends, waar praten mensen over? Waar zijn ze positief over, negatief? Echt vanuit een helikopterview. Maar ook individueel, elk stukje feedback die binnenkomt. Als het positief is, is het een compliment voor iemand. Als iemand super positief praat over de winkeldame, dat die geholpen heeft met het communipakje voor je zoontje.
Als die feedback real-time binnenkomt, real-time doorgestuurd wordt naar die winkeljuffrouw, ja, die haar dag is goed, hè? Ja. Omgekeerd, als er negatieve feedback binnenkomt over iets die gebeurd is in de winkel, en dat gaat opnieuw terug naar de winkel real-time, oké, dan is dat een leerles, ten eerste. En ten tweede, hoe sneller dat dat gecapteerd wordt, dat erop kan gereageerd worden, hoe gemakkelijker dat is om een klant die dan potentieel niet meer terugkomt, terug happy te maken over uw merk. En ik heb het nu over een winkelvoorbeeld, maar kan in allerlei klantencontacten, niet alleen frontline, maar ook uw back-office personeel. Als mensen feedback geven over uw collecties, die blijkbaar niet meer zo goed aanslaan, maar je hebt dat niet door, ja, bon, dan moet dat eigenlijk naar de designafdeling of naar de afdeling die zich bezighoudt met de collecties. Van, jongens, we zitten even met een gap. En dat opnieuw allemaal real-time. En dan heb je natuurlijk een engine nodig die dat allemaal kan doen. Ja. En dat is wat Isaac doet. Dus alle feedback die komt real-time binnen. Individueel wordt alles door Isaac gelezen. En dan gaat hij gaan kijken, oké, waar gaat dat hier over? Hoe positief, negatief is het? En naar wie in die organisatie moeten we dat terug uitzetten? Dus dat kan gaan van het moet naar een customer service department tot, ja, bon, we hebben hier 500 winkels. Afhankelijk van waar dat het heeft plaatsgevonden, daar moeten we het terug gaan neerleggen. Zodat die feedback echt een flow wordt binnen de organisatie, permanent. Zodat iedereen, of dat je nu op de boekhouding werkt, of in de winkel, of in een bankkantoor, dat je permanent eraan herinnerd wordt van, hey, yo, we zijn hier voor klanten bezig. Dat zijn echte mensen met echte gevoelens. Die gaan hier buiten met een bepaalde perceptie. En als je dat dag in, dag uit er kunt inlepelen bij mensen op een heel positieve manier, ja, dan kom je echt tot die klantgerichte cultuur. Oké. En jullie zijn toch ook wel een beetje met die visie en die oplossing. Jullie zijn eigenlijk een pionier in dit land. Hoe moeilijk is het geweest of hoe ervaren jullie dat om bedrijven vandaag daarvan te overtuigen? Ook omdat het een AI-oplossing is en ja, er komt ook heel veel negativiteit vanuit de media over die AI. Ja. Eerst en vooral, ervaar je die moeilijkheden om bedrijven aan boord te halen omwille van het innovatieve aspect achter jullie technologie, zeg maar? Ja, goh, ik moet eerlijk bekennen dat het eigenlijk nog niet zo heel lang is dat ik besef dat wat wij doen echt wel heel vernieuwend is. Wij zijn altijd zo gefocust op mensen meekrijgen dat ik eigenlijk tot nu toe weinig oog heb gehad voor wat is de markt. Dus competitor-analyse, dat doet het een beetje omdat bepaalde advisors dat vragen. Ja, dan hadden we wel even gaan kijken naar de markt en zo. Maar wij zijn altijd heel erg gefocust geweest op dat probleem en hoe gaan wij dat oplossen. Ja. En nu sinds kort, we zijn ook bezig met onze next step, de Europese markt. Ja, dan ga je wat meer die analyse gaan doen van wat is de competitor space. En dan zie je echt wel dat wat wij doen, ook met de accuracy, dat wij dat doen, dat wij inderdaad echt wel pioniers zijn. Ook op Europees niveau? Ook op Europees niveau, ja. Okay. Ja. En het zit er voornamelijk in de meeste van onze competitors, en dat zijn er niet zoveel, zijn Amerikaans. Als je puur kijkt naar taal, en dan zie je dat die tools op de Europese markt helemaal niet accuraat zijn. Als ze 60-70% accuraatheid behalen, dat wil zeggen dat ze juist interpreteren wat uit die open feedback komt, dan is het hoog. 60-70% accuracy betekent dat je op een helikopterniveau wel van alles kunt doen, maar dat je eigenlijk niet ertoe in staat bent om feedback echt te gaan uitdispatchen naar de organisatie. En dat is wel een probleem. Dus wil je een technologie die dat allemaal kan, dan heb je die accuracy nodig. Wat is het probleem van die Amerikaanse bedrijven heel vaak? Dat is dat zij zich focussen op de Engelse taal. Terwijl dat wij vanuit Gent, en dat is dan een keer een voordeel van een Belgische start-up te zijn. Hè, dus wij zijn een bakermat van meertaligheid. Dus voor ons, die meertaligheid, dat was vanaf dag 1 gewoon hyperbelangrijk. We zijn gestart in Nederlands-Frans. We zijn ook met Duits bezig. Alle Europese talen zijn mogelijk op vandaag in ons systeem. En dat is met 90 en in bepaalde sectoren 95% accuracy. Ja, jullie zijn ook inderdaad internationaal actief. Ik vraag me af, hoe moeilijk is dat om, als het gaat over interactie met klanten, om rekening te houden met die verschillende culturen? En dan ook, wanneer breekt het juiste moment aan om in jullie geval te internationaliseren? Goh, wanneer is dat juiste moment? Ik denk dat wij vanaf dag 1 altijd wel geprobeerd hebben om wat dingen te doen internationaal. Niet dat het zozeer een focus was op dat moment. Hè. Dus we zijn heel erg op België
gericht geweest. Maar zo af en toe wel een keer iets proberen in de UK en Nederland. Vandaag zijn we steeds actiever in Nederland wel, maar dan ook heel actief. En wanneer is het goede moment? Ja, het moment dat je voelt dat je verhaal gewoon klopt. Dat als je het gevoel van, zodra dat we ergens aan tafel komen, dan zijn mensen wel behoorlijk overtuigd van de kracht van onze technologie en dan gaan we wel verder. Ons verhaal goed krijgen en dan ja, de juiste klant te vinden, wie is die juiste klant, dat heeft wel wat tijd gevergd om dat uit te zoeken. Maar ik denk een keer dat je het 100% zeker bent van dat is het verhaal voor die klant en dat probleem lossen we op en zo kunnen we die bedrijven verder helpen. Als dat 300% helder is, ja, dan heb ik zoiets van ha, take on the world. Hè. Maar bon, ik ben een gezonde West-Vlaamse, dus stap voor stap. Hè, dus we gaan nu eerst Europa. En hoe ga je dan om met die verschillende culturen? Want ja, je moet niet alleen je oplossing daarop afstemmen, maar ook zelf omgaan met die verschillende culturen, zowel als je omgaat met concurrenten en klanten. Hoe doe je zoiets? Gewoon aldoende. Ik heb altijd al alles aldoende gedaan. Heel veel praten ook met bedrijven die het wel al gedaan hebben. Zo van, we zijn ook met bijvoorbeeld Teamleader, die zijn geïnternationaliseerd richting Duitsland en dan Spanje. En dan gaan kijken van, oké, wat hebben jullie dat gedaan? Waar zijn jullie tegenaan gelopen? Daar een stuk van leren. Dus van start-ups en scale-ups die het op dit moment aan het doen zijn. Maar niet alleen bij hen, maar ook contacten met grote softwarebedrijven of technologiebedrijven die al enige jaren bezig zijn vandaag. Ja, internationaal, maar die Belgisch zijn, ook aan hun gaan vragen van oké, hoe hebben jullie dat gedaan? Zoveel jaar terug dan en ook dat is voor mij nog steeds heel heldere inzichten. En dan kom je een beetje tussen die balans van oké, je moet in elk land daar mensen ter plaatse hebben die de taal spreken, de cultuur kennen. En dan aan de andere kant van het spectrum heb je, je moet alles vanuit Gent of vanuit wherever dat je hoofdkantoor is. Van daaruit moet je alles gaan doen. Via distance selling. En ik denk dat je daar een beetje een balans tussen moet vinden. Want ook daar zit dat klantgerichtheidsaspect weer in. Ja, hoe dicht ga je erbij gaan staan? Hoe kun je dingen toch via afstand doen, maar toch niet het gevoel geven van wij zijn een speler far, far away from you. Hè? Dus dat is de balans die wij nu een beetje aan het opzoeken zijn. Oké. En hoe waak je zelf over, als het zo snel gaat en je komt ook in contact met internationale profielen, medewerkers, hoe waak je over het behoud van je eigen bedrijfscultuur? Dat is een moeilijke. Ook dat is... Aldoende. Aldoende, ja. Ja. Heel veel praten ook met de mensen die er vandaag zijn, hoe dat zij zich... Weer al dat menselijke eigenlijk. Ja, dat menselijke. Hoe dat zij zich erbij voelen. Ik besef dan natuurlijk ook dat wij zijn een organisatie die continu vervelt. Dus wij zijn 3 jaar geleden begonnen. Dat was toen 4 man. Hè. En dan, elke fase dat je doorgaat, moet het bedrijf en de organisatie en de structuur, die verandert alweer. Dus Hello Customer vandaag is niet meer te vergelijken met Hello Customer 2 jaar geleden. Gelukkig maar, ja. En voor mij is dat helder, hè, maar voor mensen is het soms moeilijk om continu mee te schakelen. En ik snap dat ook wel, dat niet altijd even gemakkelijk is. Mijn hoofd raced aan 300 per uur. En soms moet ik dan even wel aan de noodrem trekken en ervoor zorgen dat iedereen op mijn trein zit. Ja. Dat is wel wat lastig soms. En last but not least, naar welke start-up kijken jullie zelf of scale-up kijken jullie zelf op als het gaat over customer centricity? Ik zeg bewust start-up of scale-up, want anders kijk ik weer de voorbeelden van Amazon en zo. Het mag ook een retail spelen, want ik weet dat jullie vaak met retail klanten... Wij werken heel vaak met retail klanten. Daar heb ik wel wat mooie voorbeelden natuurlijk. Hè. Ik vind dat de FNG-groep vandaag... Ja. Waar dat die mee bezig zijn, de innovatie, de drive en alles met die klant centraal. Heel hun nieuwe concepten die ze nu aan het uitrollen zijn, daar zit heel veel visie achter. In die visie staat die klant centraal, dus daar, ik zie daar heel schone dingen uitkomen in de komende jaren. En een voorbeeld die ik ook heel vaak gebruik is JBC. Omdat die hun klanten, dat zijn gezinnen. En als je dan kijkt naar die winkels, hoe dat een children's corner, de kinderhoek, dat vaak zo wat stiefmoederlijk in een hoek van de winkel wordt geduwd, is bij hun gewoon van, weet je, je kind is belangrijk, je hebt een grote cirkel in het midden met touchscreens en speelgoed en Studio 100 TV en zo, waardoor dat je eigenlijk je kind daarin kunt droppen en er gewoon omheen kunt gaan winkelen. Weet je, en dat is iets zo heel
allee, niet stoem, maar heel eenvoudig again. Maar dat helpt ongelooflijk om weer die experience in de winkel hoger te krijgen. Dus als dat misschien een laatste tip mag zijn naar klantgerichtheid, zoek het niet altijd te ver. Het leven hoeft echt niet elke dag een rollercoaster ride te zijn. Kijk gewoon wat verwachten klanten en doe gewoon net iets beter. En dan gaat het al heel ver komen. Oké. Wel, ondanks de kleur van een t-shirt ben ik niet langer een groentje in de wereld van klantgerichtheid. Als je dat nog niet hebt gedaan, abonneer je dan zeker op mijn kanaal. Want er komen nog veel meer coole afleveringen met diverse ondernemers en start-ups en scale-ups. Bedankt Leslie om hier aanwezig te zijn. Merci.